Van Vianen gaan we naar Barendrecht op de Rijksweg A15. Surfjante Vincent en René zien op de vluchtstrook een busje met boottrailer staan. Nou, gaat al rijden. Gaat al rijden, ja. Oké. Zo, lekker voor die boot. Oh. Waar zit hij mee vast eigenlijk? Wat? Die boot? Ja. Hij legt nergens vast. Nee. Hij legt gewoon los op de trailer. Maar hij legt er ook helemaal scheef al op, hè. Mm-hmm. Kijk maar, zie je het? Heel apart dit. We gaan hem even mij nemen. Komt hij? Eens even zijn rijbewijs controleren. Ja. Hoe ben je rijbewijs nou? De bestuurder moet volgen en René spreekt hem aan. Goedendag, Kerstpolitie in Rotterdam. Heeft u mij een vereniging kentekenwijs? Ja, dank u wel. De reden van de staande houding is dat de boot helemaal los ligt op de trailer. Los kan op de trailer? Ja. Hij zit alleen deze vast, aan de achterkant zit hij nergens vast. Plus dat staartstuk van de dingen steekt achter het spalbord of spalbord vandaan. Het mag toch wel iets van 1,5 meter, maar als ik het ook had een meter. Ja, de uitsteek mag wel een meter zijn, maar het moet wel afgeschermd zijn met een hoes of iets dergelijks. Want het is gewoon scherp. Kijk, als ik hier als motorrijder opval, ja, dan leg ik helemaal open. Dat klopt. Als je er zo hard doorrijdt, dan... Ja, maar dit valt onder scherpe en uitstekende delen. Okay. Dus dat mag ook niet. Maar we zagen hem al bewegen, want hij legt er al niet eens meer recht op. Ja, hij kan niet wegleggen in een vee, hè? Ja, wel. Maar als hij in een noodsituatie terechtkomt, komt hij er vanaf, hoor. Echt waar. Ja? Ja, zeker weten. Want net ook al ging het ook al bijna fout met die betonmixer. Toen hij even de weg opdraaide weer. Nou, ik was er toch netjes goed voor. Zo. Die betonmixer, die moest bijna met gierende banden moest die remmen. Okay. Maar voor dit en voor de boot dat hij los ligt, ja, daar kunnen we niet door de vingers zien. Nee. Want dat is gewoon, hij moet gewoon met een band vastleggen. Ja, maar die boete kunnen we nou niet meer praten. Nee. Met zo'n grote televisie erbij. Nee. Dat komt nooit meer goed. Ja, maar dat is ook wel, had het ook zonder televisie zo gebeurd, hoor. Ja. Hij heeft een B-rijbewijs. Ja. Maar het is een BE-combinatie. Dus dat betekent dat hij eigenlijk niet eens met deze trailer mag rijden? Nee. Nee, want hij heeft een B-rijbewijs. Je mag er met andere maatjes rijden, hoor. Ja, er zitten wel een paar regeltjes aan. Het is niet van, ik heb een B-rijbewijs en kan alles erachter hangen. Ik moet even kijken naar de gewichten, ga ik even opzoeken. Maar ik durf zomaar te zeggen dat u BE nodig heeft. Omdat u boven de 3500 kilo zit. Ja, dat zit zeker. Ja, dus dan... We gaan heel veel discussiëren. Daar heb je een BE-rijbewijs voor nodig. Okay. Dus dat zou betekenen dat u eigenlijk zonder rijbewijs rijdt. Ook erbij. En we hebben een gezellige maandag. Had jij deze nog nodig van meneer? Nee, volgens mij niet. Alsjeblieft. Ik krijg allemaal korting, hè? Nee. Nee, geen korting. Is vandaag 3 halen, 1 betalen? Nee. Het is vandaag 3 krijgen, 3 betalen. Oké. Nee, weet je, dit zijn dingen, net als met dat rijbewijs, weet je wel, dat er zitten zoveel gevolgen aan. En ook met die boot, weet je wel, als die eraf valt. Als. Ja. Als is een groot woord, hè? Als. Ja. Maar ja, weet je, het punt is, laten we er nou niet op wachten, hè, en laten we het nou gewoon voor zijn. Ja, dat is het beste. Toch? Kom eens beter als genezen. Ja, jullie pakken al het benzinegeld af nou. Ja, daar kan je wel op rekenen. Ja. Dat is bedragen zijn bolle hoog, dus... Ja, maar je kunt wat laten doen. Nee, dat kan ik... Rust op een misverstand. Dat kan ik helaas niet doen. Vaart hij altijd zo hard dan? De overheid altijd zo had, dan moet er altijd dan met die gummers toch worden geslagen. Die hebben we niet meer, dus dat wordt hem niet. Nou, dat doen ze met een zachte hand. Nee, maar dat doen we ook wel. Nou goed, nou, u gaat het allemaal regelen. Had je verder nog vragen? Ja, maar die wil je toch niet doen. Dus Vraag ik er altijd of je... Je hebt wel 3 keer gevraagd. Nee, dat kan ik niet doen. Nee, helaas. Ja, we wachten toch weer. Oké, okay. Prettige dag. Dag mensen. Voor de losliggende boot is de boete €240. De officier van justitie heeft nog €380 opgelegd voor het niet juiste rijbewijs.